Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Vandaag beginnen de Rode Duivels aan hun WK kwalificatie tegen Wales. En ja, ik ben benieuwd hoe deze wedstrijd gaan spelen. De vorige keer tegen Wales liep het niet zo goed af. Ik ben benieuwd wat de Rode Duivels in deze wedstrijd gaan doen. Kunnen de Rode Duivels wraak nemen na die wedstrijd in 2016? Ja. Ik denk dat België deze keer wel moet winnen, maar tegen Wales weet je nooit. Bale is hun sterkste speler van Wales. Lukaku gaat beginnen met de bal. De balbezit is nog steeds voor de Rode Duivels. Alleen zijn ze nog niet dicht bij het doel geweest. Oké, hier is Lukaku. Past hem weer terug. Hier Hazard naar een ander Hazard. Oei, balbeverlies. En nu kan Wales iets doen. België gaat de aanval in. En kunnen ze hier iets mee doen? En misschien nu dan? Ah, jammer. De Bruyne gaat eerst de hoekschop nemen. Even een grote weef door het stadion. En nu zal dat sowieso niet zijn. Bij de echte wedstrijd door corona is het stadion zo goed als leeg. In het echt dan. Ja, Hazard nu dan. En de eerste goal van de wedstrijd is erin van Hazard. Het knalt mooi binnen. Hier nog eens herhaling zien. Gewoon... naar de verste hoek binnengetrapt. Oh, Wales is er nu dichtbij. Gaan ze scoren? Nee, dat doen ze niet. Rusten mijn gunstige voorsprong van de Rode Duivels. Balbezit 71 voor België, 29 voor Wales momenteel. Weer de kans en goal. 2-0 voor België. Het is, Hazard die scoort in nummer 10. Hij is al best lang een Rode Duivel. En ook nog een goed gedaan van Lukaku dat hij naar Hazard past. Eerste wissel. Carrasco komt erop en Meunier gaat eraf. Lukaku had de bal. En nu Lukaku gaat hem afwerken. Lukaku. Er stonden verdedigers bij. Jammer voor hem. Hij haalt hier wel nog een gunstige hoekschop uit. Bruyne is klaar om hem te nemen. Oh, eerst nog een wissel. Een wissel voor Wales. Wales kan nu een aanval ingaan. Zoals hier scoren, zoals ze scoren. En Courtois houdt hem tegen. Betekent ook de eerste hoekschop van Wales in deze wedstrijd. Nog eens een wissel. Van Aken gaat erop. En Witsel gaat eraf. Oeh, daar komt ze nog net over. Scheelt niet heel veel. Nog een laatste aanval van Wales. Kunnen ze hier toch nog een doelpuntje maken? Of ja, de scheidsrechter fluit af. Dus 2-0 winst van de over 2-0 winst voor de Belgen. Hopelijk gebeurt dat bij de echte wedstrijd ook. Ik wil bedanken om te kijken naar de video. En dan zie ik je weer terug. Bij een volgende video, dus doei!